allemaal en welkom bij alweer mijn vierde AliExpress shopblog. In mijn vorige video zei ik, als we de 1000 duimpjes halen, dan ga ik deel 4 opnemen en iets daarna online zetten. En in één dag haalden we die al, dus vandaar dat ik nu deze video weer opneem. Ik ga het nu gewoon nog wat hoger gooien, want ik wou mezelf wat tijd geven om de volgende video op te nemen. Anders is het zo dicht op elkaar. Dus laten we nu voor de 1250 duimpjes gaan. Het is echt een bizar getal, ik haal nooit dat soort getallen op video's, maar... Jullie vinden dit blijkbaar heel erg leuk. Ik heb weer de bekende tas, een van de tassen, met pakketjes voor me liggen. En dat is de vorige keer, ik heb jullie verteld, ik heb ze wel kort even geopend om heel snel even te kijken van wat het ongeveer is. Maar ik heb nu geen idee meer wat hier precies in zit, dus ik pak het willekeurig. Dus heb je hier zin in, doe eventjes je duimpje omhoog en ben je nieuw en wil je voortaan op de hoogte worden gebracht wanneer ik weer een nieuwe AliExpress video online zet of een andere video, vergeet dan niet hieronder gratis te abonneren. En dan gaan we nu beginnen. Pakketje nummer 1. Wat is dit? Oh ja. Dit is zo'n... Wat ik vet leuk vind dat je dit dus ook gewoon op AliExpress kunt krijgen. Remove Blackhead 3-Step Kit. Van Bio Aqua. Zo ziet het eruit. Volgens mij heb ik zoiets een keer bij Masha gezien uit Hongkong. En dit was echt super goedkoop. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. Volgens mij heb ik er nog één besteld. Want had ik een beetje de echte gezien en een neppe. Die echt was ik een piggy of zo. Ik denk dat dit een app is. Nou jongens, het leek me wel leuk om het meteen even te gaan testen. En ik was even naar de beschrijving aan het kijken en het is best wel hilarisch. Want bij er staat dus, step 1. Washing a face with tear after toner first gray. Removed patch, tightly attached to the nose, waiting for 10 to 15 minutes, gently peel. 2. Split second powder paste, the nose slightly wet with water. First remove the nasal stick tear off. The stickers on a transparent paper will be pink nose. Step 3. Open the blue stickers, waiting for 15 minutes, or so tightly contraction pore expansion. En er staat dus ook dat 3 een smalle poriecreme is, 2 black sucked out, 1 export blackhead. Ik denk gewoon dat dit is om het een beetje open te maken, dit eruit trekken en dan weer sluiten. Ik ga voor zekerheid nog even mijn neus reinigen. Ik doe even warm water. Ik doe even weer op de camera hier hoor. Nou, warm water. Wat in ieder geval wel zo klopt is de tijd. En volgens mij moet je dus de eerste ook gewoon 10 tot 15 minuten. Dat vind ik best wel lang. Uh-oh. Ja, hier zit dus een toner. Oké, ook een strip. Helemaal doordrenkt met tonic, dus dat is wel een goed teken. Het heeft bijna geen geur. En hij is echt heel nat. Er zitten allemaal streepjes in dat hij goed past. Hij zal niet vastzuigen. Het is wel moeilijk om het er een kwartier op te laten. Het is ook al lang, maar... Oké. Okay. Dat ben ik met een nose job. Voldemort of zo. Nou. Ja. Dan zie ik jullie wel weer over een kwartiertje, oké? Okay? Doei. Nou, volgens mij heeft het er wel 10 minuten opgezet. Ik heb even een ui gesneden en knoflook gesneden en dat soort dingen. En dan ga ik straks, terwijl ik die andere heb, het bakken. Samen met tomaten en dat soort dingen. Oké, okay, eerst voelde het gewoon als een normale toner. Ik moet zeggen, nu het er wat langer op zit, voelde het echt wel wat frisser. Dus volgens mij is het een beetje blackhead echt zo... eruit komen. Ik had eigenlijk even mijn blackheads moeten laten zien. Maar je ziet ze bij mij volgens mij niet zo goed. Zie je nu scherp? Volgens mij gaat dit echt niet zo boeiend hoor. Ja! Eeuw! Even naar de spiegel kijken. Oh my god. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Hij heeft echt... Ik heb dus niet zwart, maar ik heb wit. Het komt er echt uit. Oh, geweldig. Dit is dus echt beter dan een normale poriestrip. Nu gaat hij zo goed het andere eruit kunnen trekken. Oh my god. Dit had ik niet verwacht. Want elke poriestrip valt me eigenlijk altijd tegen. Als deze ook zo goed is, dan ga ik er echt 1000 bestellen. Hoeveel kost die? Een euro? Nog relatief duur voor... Nou ja, het is weer goedkoper dan Biore of zo. Waar komt mijn haar tussen? Eeuw. Oké, okay, ik zie jullie zo weer. Hè? Ik heb ondertussen een soort van Israëlisch gerecht gemaakt. Waarbij... een soort van groente mengsel maken met tomaat. En daarna je ei gewoon in het mengsel legt. En moet wachten tot het gaar wordt. Maar goed, intussen is hij wel goed. Hij is niet zo hard als een Nederlandse strip. Maar ik heb wel weer hetzelfde gevoel als dat ik vaker heb. Dat komt door mijn neus of zo. Maar kijk, hier kan ik het nog indrukken. Er zit lucht tussen. Dus dat... Heel vaak zijn strips heel goed bij mensen en bij mij niet. Dus als het niet goed is, dan... Oh, hij zit wel heel vast. Zo hé. Oh. Zo vast heb ik nog nooit een ding gezeten bij mij. Oh, oh, het gewoon pijn. Please, laat er veel uit zijn gekomen. 1 hele dikke. Oké. Okay. Nou, al die witte... Sorry, ik heb echt enorm... Die witte puntjes zijn wel weg, hè?
Nou, dit is dus nu de strip. Inclusief een haar. Wel wat, maar heel klein. Er zit één dikke hier. Kunnen jullie die zien? Die. Eigenlijk heeft het best wel veel gedaan. Het is gewoon zoveel dat je het niet eens meer ziet. Maar het eigenlijk is best wel veel. Het voelt ook heel leeg. Ik ga heel even met een watje. 3. Oeh. Zit hier wel een strip in? Oh ja, dat zei ik net ook al. Weer een helemaal doordrenkte. Wow, dit is meer een soort jelly. In ieder geval wel heel leuk allemaal. En interessant. Oké. Nou. Laat ik die ook nog even op. Ga ik even kijken of mijn ei heel gaar is. Toedels. De eieren worden niet gaar. Maar in ieder geval, dit zit er nu pas 3 minuten op. Maar dit hoeft er niet zo lang. Het voelt wel heel chill. Dus ik ga denk ik straks nog even erop laten. Als het goed is zijn nu al je borrelen weg. Nee, dat kan niet. Oh, mijn huid is heel slecht. Ja, je blijft bij mij altijd zwarte punten zien. Maar dat is bij mij zeg maar een goed teken of zo. Want ja, je ziet echt wel alle borrelen nog zitten. Oh, wat erg dit, hè? Ik kan niet anders, sorry. Je blijft allemaal borrelen zien. Maar bij mij is het zeg maar als het vies is, zit er wit. En dat zie je nu niet, dus. Ik vind het wel een geslaagd experiment. Ik laat deze nog even zitten. Het is best wel een beetje branderig, fris, prikkerig. Maar ik hou daar heel erg van. Dus ik ben over het algemeen echt wel tevreden met deze. Dat eerste stap. Ik zou ze alleen al echt wel kopen voor dat. Want ik weet niet of jullie ooit iets hebben gehad wat dat doet, maar... En deze ook wel trouwens. Dus de derde is niet eens zo erg nodig. Het zal vast wel je poriën een beetje sluiten. Dus ik ben super tevreden. Oké. Oh, dit is heel erg leuk. Of niet? Oh nee, dit is iets anders. Dit is dit. Kunnen we dit zien? Wordt dit scherp? De Manzi Miao Wine Lip Tint. Het ziet er nog best wel chic uit. Dit is hoe het eruit zou moeten zien. Wat het heeft gekost en hoe lang het erover heeft gedaan om wijn uit te komen. Het is dus een wijnflesje. En oh, ik had echt niet deze kleur verwacht. Oh, wat? Ik had dus zo'n lip tint verwacht, weet je wel. Zo'n, hoe noem je dat? Zo'n waterige, zo'n steen. Dat is het woord. Maar het is gewoon echt een rode liquid lipstick. Ik ga dan eventjes nu kijken of die mat opdroogt en dan gaan we gewoon door. Ik weet... Niet over nagedacht. Make-up van AliExpress is op dieren getest. Ik bestel ook vanaf nu helemaal geen make-up meer. Ik had er ook voor kunnen kiezen om de dingen die ik dus al heb besteld niet aan jullie te laten zien. Omdat ik jullie dan eventueel aanmoedig om ook dingen te gaan kopen. Maar ik heb het inmiddels besteld en ik wil het toch gewoon laten zien. Omdat, ja, judge me or not. Maar ik zie dat die mat aan het opdrogen is. Dus ik ga straks even kijken als ik er overheen veeg hoe goed die blijft zitten. Volgende pakketje. Wat is dit? Oh ja, ik heb voor mijn oppaskinderen, die zijn allemaal van Pokémon, had ik stickers besteld voor echt 17 cent of zo. En volgens mij zijn dat deze of zijn dit andere. Ja, dit zijn de Pokémon stickers. Ik heb al een keer eerder voor ze besteld, die heb ik niet aan jullie laten zien. Ik vond het helemaal fantastisch. Toen zeiden ze, kun je er niet 3 doen, want dan hoef je er niet te delen. Ik weet het is goed om kinderen te leren delen, maar goed. Het kost echt geen drol. En dit zijn ze, hoe cool. Ook, ik dacht voor stage... Voor stage, als ik afgestudeerd ben, ik heb mijn eigen klas. Als je juf bent of je hebt stickers nodig in je beroep of in je leven, kijk op Ali. Ik heb nog meer, ik weet niet of die deze video komen, maar zo tof. Iets van 15 cent per velletje of zo, van die dikkere stickertjes. Super leuk. Echt heel erg leuk. En ik heb ook Pokémon kaarten voor ze besteld. Ik weet niet waar die nu zitten, maar die zijn in ieder geval al binnen. En dit voelt weer als een kwast. Vergeet steeds, dit is hoe het eruit zou moeten zien. Oké, dit is weer een mermaid brush. In mijn vorige video had ik ook een mermaid brush. Ik heb er meerdere van besteld. Ongeveer van dezelfde prijs. Die ene was een beetje zo'n holographic-achtig iets. En deze voelt... Volgens mij is dit echt precies dezelfde als die ik had. Als die vorige. Die kwasten zijn heel chill. Ik heb vandaag ook een heel lichte contour, echt heel licht gedaan hiermee. Door het in mijn bronzer te dippen en dan kon je het echt zo aanzetten. En ook voor je neus. En daarna een beetje zo uitsmeren en hier ook een beetje zo. Dus ze zijn wel heel erg stevig, maar heel zacht. Het werkt wel heel anders dan van die zacht, van die fluffy, langharige kwasten. Hij staat dus bijna helemaal droog. Maar dit zijn echt hele leuke kwasten. Ik heb er eentje daar ook gewoon in mijn toilettas, die gebruik ik nu steeds. Nu heb ik er nog één.
Het slaat eigenlijk nergens op maar, om er twee te hebben. Maar ze zijn wel echt leuk. Het zijn wel aanraders. Volgende pakketje. Oh, dit vind ik ook heel erg leuk. Ja, ik heb zoveel. Ik ben wel zo goed vind ik in het vinden van leuke dingen op Ali. Gewoon totaal verschillende dingen. En dit zijn stickers. Het ziet er zo uit. Wist je? Volgens mij zijn dit stickers. Kattenstickertjes. Ik had niet verwacht dat het in een doosje zou zitten. Lifelock sticker. Original. Oh, het zijn er echt super veel. Oh my god. Oh, het zijn er echt heel... Oh, dat is leuk. Kijk, ik weet ook dat ik jonge meiden heb. Middelbare school ging ik altijd mijn agenda zelf pimpen. Ik weet niet hoe dat nu is. Met stickers en zo. Wat dichterbij komen. Kijk. Allemaal super schattige... Allemaal verschillende kattenstickertjes. Zo schattig. Echt super leuk. Nou, dit was waarschijnlijk nog minder dan een euro. En het zijn er zo ontzettend veel. Dus dit vind ik heel leuk. Hier ben ik echt heel blij mee. En ik vind het doosje ook wel handig. Ja, je kunt niet zien welke stickers je allemaal hebt. Maar het zijn allemaal katjes. Dus het is ook wel leuk als het een beetje een verrassing is. Super leuk. Dat vind ik echt heel leuk. Oh, dit is heel erg leuk. Dit heb ik helemaal aan het begin besteld. Een ring voor één nog wat. Heel erg goedkoop. En toen kwam je binnen. En het was gewoon een ring dat je denkt, oh my god, dit is gewoon verlovingsring material. Natuurlijk is het geen zilver. En dat was veel te groot. En dat was maat. Even kijken. 7, 6. Ik heb nu 6 en 7. Dus dan denk ik dat ik toen 8 of 9 had. En ik heb meteen twee maatjes kleiner ook besteld. En ze zijn zo mooi. Ik hoop dat ik hiervan nog een linkje voor je heb. Ik denk het wel. Dan raad ik je echt aan om ze te kopen. Kijk het. Jongens, hoe mooi. En dit is trouwens nu de liquid lipstick. Dus... Oh, hij plakt echt gigantisch. Oké, nou, dat zou ik sowieso niet kopen. Ik weet niet wat hier precies leuk aan is. Ik had er wat anders van verwacht. Maar kijk die ring. Zo mooi. Heel blij mee. Oh, dit is 7 die ik nu om heb. Ik ga nu even die kleine rond doen. Dus deze, die past echt perfect. Nog best wel klein. Hij had niet kleiner gemoeten. En deze past weer net niet om mijn middelvinger. Dus deze kan in principe ook hier. Super leuk, jongens. Super leuk. Echt een aanrader. Oh, nog een masker. Ja, hier ben ik zo benieuwd naar. Dit soort eruit zou moeten zien. Ik vergeet het de hele tijd. Ik was op zoek naar zo'n magneetmasker. Er is één merk die heeft een magneetmasker. Dat is belachelijk duur. Dat je echt met een magneet het eraf haalt en dan gaat je masker weg. Dat is dit niet, maar het is wel een magnetic mask. Pad for Chinese Natural Extracts from Ruda. Biomagnetic Therapy. En dit is zo'n sheet mask waar volgens mij magnetische stipjes in zitten. Ik wil deze sowieso gaan testen. Hydrating lipstick. Magnetic film with a refreshing, hydrating, moisturizing, skin lightening effect. Bao to light, moisture docile, lees het zelf maar, want volgens mij zit echt de grootste onzin ooit. Maar het ziet er verder wel super top uit. 15 tot 20 minuten. Ik ben persoonlijk niet een hele grote fan van sheet masks. Ik hou meer gewoon van echt maskers die je op moet smeren. Zou dit echt magneetjes zijn? Mijn hoofd is niet magnetisch, dus waar magneet het dan zeg maar aan vast? Het lijkt wel een pitahaya, dragonfruit. In ieder geval punten ervoor dat het er leuk uitziet en het is ook weer eens niet duur. Ik doe de kant met de puntjes. De bolletjes doe ik naar mijn gezicht toe. Normaal de Chinezen heel klein, dit is best wel groot. Oké, ik zit hier echt op het balkon, dus iedereen kan dit nu zien. Oh, het is heel koud. Maar ik haat sheet mask, ik vind dat helemaal niks. Houden jullie ervan? Laat even weten in de comments, want het is nu helemaal een hype. En volgens mij vinden mensen het ook chill. Doe mij maar lekker een peel-off of een mud mask of zo. Wordt er echt pretty van. Nou, see you later. Oh, dit is echt zo pretty. Oké, jongens, ik wilde dus heel graag eventjes iets van een magneet pakken en aan jullie laten zien of het echt magnetisch is. Maar ik heb serieus geen magneet in huis. Of iets wat magnetisch is, denk ik. Ik heb dus niks gemerkt van het feit dat het een magneetmasker is. Het heeft er 10 minuten op gezeten of zo. Het voelde wel gewoon chill als een sheet mask. Het is vet goed als je een droog huid hebt, denk ik. Het is echt een soort stroperig serum geworden. Echt gewoon een soort... Als vaseline zeg maar helemaal hard zou worden of zo. Ja, het voelt... Ja,
vaseline is heel dunnig, maar dit gaat echt zo. Vaseline zou zeg maar zo. En dit gaat zo. Heel gek. Echt een dikke laag. Een beetje als een soort van, kijk. Plakt een beetje als een soort primer. Het is wel chill. Ik vind het echt wel chill. Het voelt echt wel lekker. Die meeste sheet masks zijn heel dun. En dit is wel een soort voedend. Ik weet dus niet wat het magneet voorstelt, maar. Er zit ook helemaal geen geur aan. Dat is wel fijn. Volgende. Dit is hoe het eruit zou moeten zien. Dit zijn sokken. En ik heb. Dit zijn eigenlijk de enige sokken die ik op Ali heb besteld. Want ik vond het niet eens zo heel erg goedkoop. Ik koop mijn sokken altijd bij de Primark. Oh, dat zijn deze. Ze lijken heel erg klein. Ik zal ze wel even aandoen, want dit kan ik wel nu gewoon even aandoen. Ik dacht dat ze op het plaatje er anders uit. Wow, dit is echt heel klein. Oh nee, dat past wel. Ik dacht eigenlijk dat ze op het plaatje er anders uitzagen. Oké, cute. Deze ga ik gewoon nu meteen aandoen. Ik kan nog geen sokken aan, maar wel schoenen. Gaat leuk. Oké, in mijn vorige video moest ik ook mijn benen omhoog doen. Dit zijn ze, jongens. Dat zijn de sokken. Ze zitten lekker. Voor mij waren ze iets van 40 cent. Best wel strak, maar ik heb maat 41 en ze passen. Alleen het effect vind ik, het strikje is niet heel erg boeiend. Maar ik denk dat het wel heel leuk is. Ja, ik heb nu net een hoge schoen aan. Ik heb nu net zo'n schoen aan, dus daar zie je het niet. Ik vind ze eigenlijk wel heel leuk. Want stel dat je schoen wel wat korter zou zijn, dan zou er dus zo'n randje uitsteken. Dat is wel leuk. Oké, nou, ik heb hier nog meer stickers. Deze van Hello Kitty. Ik zet gewoon in de beschrijving, als ik het allemaal kan vinden, de linkjes. En ik heb hier nog meer stickers. Deze vind ik zelf niet zo heel erg leuk. Smileys. Nog één dingetje ga ik uit de kast pakken. En dan zijn we klaar voor vandaag. Ik wil even iets van een gadget of zo. Ja, nou ja, gadget. Dit is een telefoonhoesje. Dit is hoe het eruit zou moeten zien. En hij is super leuk. Ik heb nu nog steeds mijn Pusheen uit de vorige video. Dus ben je benieuwd naar linkje staat in de vorige video. En dit is een transparant hoesje. Het Pusheen hoesje heeft nu al een beetje barstjes. Ik zei in de video al, volgens mij is het niet heel erg goed. Deze is echt niet zo heel erg stevig. Deze lijkt al veel steviger. Zo ziet hij eruit. Hij is wel mat, dus je zult het roze er heel licht doorheen zien. Oh, hij is heel leuk. Ja, favoriete hoesje nu al sowieso. Zo leuk. Nou, die kostte ook echt geen drol. Kijk nou. Super leuk. Echt heel erg leuk. Deze hou ik erop. Dan zit het laatste alweer voor deze video. Ik wil echt meer video's opnemen, maar het kan dat jullie denken van nou, ik heb het nu al gezien. Dus laat het maar even weten in de comments en door middel van een duimpje. Vergeet niet te abonneren. Ik hoop dat ik jullie zaterdag om 9 uur weer met een nieuwe video. Geen shopvlog van AliExpress, maar binnenkort hopelijk weer wel. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!